Golfclub Almere Hout is de laatste tijd hard aan het werk gegaan om meer jeugdleden op golf te krijgen. En dat is gelukt, want de jeugdafdeling groeide in rap tempo. Deze club is wel redelijk aan het verouderen. Hè? Dus de gemiddelde leeftijd is rond de 68. Dus je zult proberen om met name grootouders en ouders bereid te vinden om die kinderen hier lid te maken. En dan hebben we natuurlijk een fantastisch jeugdprogramma klaarstaan met heel veel activiteit. Oh ja hoor, en hartstikke goed bij, dicht bij de vlag. Het gaat vooral om bezig zijn. Sportief bezig zijn. En dat bieden we niet alleen met golven aan, maar we gaan ook bijvoorbeeld hockeyen of overgooien of springen of klimmen, klauteren, fitness. Als je maar sportief bezig bent. En dat maakt het geheel gewoon zo belangrijk, want de kinderen zijn gewoon te weinig eigenlijk aan het sporten. En doordat wij een heel gevarieerd programma aanbieden, worden ze gewoon in het algemeen bewegen ook gewoon beter. Je moet natuurlijk als jeugdbestuur wel een meerjarenplan maken. Dus je moet wel een visie hebben. Je hebt een korte termijn visie van een jaar, wat wil ik bereiken. Maar ook een lange termijn visie, daar horen heel veel elementen bij. Dus wil je bijvoorbeeld competitief of creatief? Nou, dat beide wil je eigenlijk faciliteren. Dus je wilt zowel een heel goed competitieteam hebben met jeugd. Maar je wilt ook de jeugd die niet noodzakelijkwijs heel veel talent hebben ook faciliteren. Nou, dat is in elkaar gezet in een plan dat samen met bestuur opgezet is. Het aantal jeugdleden in Almere groeide van 50 naar 100 leden. En de club heeft de ruimte om verder te groeien. Door vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. En zo kruisbestuiving. We hebben niet echt heel veel advertenties geplaatst. Maar we hebben gewoon lekker een leuk actief programma neergezet. En zo is die olievlek eigenlijk rustig uitgegaan. Uitgerold. En zijn er andere kinderen meekomen kijken en blijven hangen. En waarschijnlijk blijven hangen omdat het zo gezellig is.